Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 31 maart 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag hebben we, als alles volgens plan verloopt, morsen. Data in 8 PSK 1000 bij 1500 Hz en dan is een tv-plaatje in BW12. De komende dagen zal de data steeds in het supersnelle 8 PSK 1000 bij 1500 Hz zijn. Iedere dag zenden we daarbij een deel uit van de serie over de historie van onze hobby in tekstvorm. En gisteren was daarvan de eerste aflevering te lezen. Ik zal vandaag de delen 1 en 2 uitzenden. Dat gaat in deze digimodus bijzonder snel. Beide delen samen kosten hoogstwaarschijnlijk ongeveer 5 of 6 seconden om uit te zenden. Bliep. De brand in een communicatietoren in Rotterdam, waar we gisteren over berichten, viel uiteindelijk gelukkig erg mee. Afgelopen nacht was de stroomvoorziening al zodanig hersteld dat een deel van de zenders toen alweer in de lucht was. Bliep. Het aantal amateurs in de VS blijft alsmaar groeien. Het afgelopen jaar kwamen er 9130 amateurs bij. Over diezelfde periode een jaar eerder waren dat er ongeveer 1000 minder. Het aantal amateurs in de VS eind december 2015 was 735.405, aldus de website darc.de. Bliep bliep. De storm van een paar dagen geleden werd in Engeland aangeduid met de naam Katie. Katie veroorzaakte veel schade bij onze westerburen aan de andere kant van de Grote Plas. Amateurs bleven daarbij niet gespaard. Het baken GB3 VHF op 2 meter was bijvoorbeeld uit de lucht vanwege schade door Katie aan de stroomvoorziening. De stroomvoorziening van het baken gaat met bovengrondse stroomdraden en een omvallende boom viel op die draden. Op 29 maart kwam het baken via een tijdelijke reparatie van UK Power weer in de lucht. Bliep bliep. Let je even niet op, staan er rond 1 april ineens een paar zendbeperkingen bij. Eentje is in Limburg vanwege Volta Classic op 1 en 2 april 2360 en 2375 MHz, elk 7 MHz breed. Verder in Hilversum vanwege de Voice Kids alleen op 1 april en slechts een deel van de dag. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik geloof niet dat ik dat eerder gezien heb. Tussen 1300 en 2359 dus op 1 april, maar wel in de hele 13 centimeter band. Bliep en de bliep. Veel veranderingen bij de Mighty KBC, de zender waar mijn stem ook wel eens op te horen is. Het station gaat met volle energie werken aan zijn aanwezigheid op de middengolf op 1602 kHz in het noorden van het land en op DAB+. En met de streams op smartphone en via de website kbcradio.nl. Vanaf april is er een nieuwe dagprogrammering met bekende namen als Dave Donkervoort, voormalig Radio 10 en 100% NL, Bob van Beten van Transport Radio en RNW, en verder X3FM, Bart van der Molen en Edwin Simonis van Radio Keizerstad. Samen binnen het thema is de Rode Boot, radio vanaf de Rode Boot, waar vandaan de uitzendingen komen. De Rode Boot is het tot zendschip verbouwde lichtschip de Jenny Bainton, die als thuishaven Harlingen heeft, net als het station. Tegelijk stemt het ook een beetje triest, want KBC is afgelopen zondag met zijn Europese uitzendingen op de 6095 op de Korte Golf gestopt. En dat klonk zo. Several years on the mighty KBC, but it's over. Hi, this is Ron O'Quinn speaking on behalf of Eric Von Villigan and the entire staff of the mighty KBC 1695. We thank all of you all over Europe and beyond for being loyal listeners. But all good things must come to an end. And this is the end of the mighty KBC on 1695. Good luck to all of you. De uitzendingen één keer per week op 60-40 kHz van het station en binnenkort in de 31 meter band richting VS en Canada, waar ook ondergetekende te horen is, gaan we voorlopig nog wel door. Dit is deel 14 van de historie van onze zendhobby. We naderen de huidige tijd en daarmee misschien ook wel het einde van de historie. Nou ja, dat gaat gewoon door, maar in ieder geval het einde van de mogelijkheid om het daarover te schrijven. Maar goed, het is toch niet helemaal waar ook. Er zijn nog genoeg zaken die we nog niet hebben uitgediept. Ik hoop dat ik er genoeg over kan vinden. Maar wat ik zelf graag ook nog zou willen doen, is wat meer duiken in de historie van de legendarische amateurmerken. Sommigen spreken daarbij wat meer aan dan anderen. Collins, Heathkit en Allocraft zijn merken waar ik zelf graag wat mee zou doen. Misschien is het wel omdat de Japanse apparaten vooral zulke goede werkpaarden zijn.
Haast iedereen wilde wel een Heathkit of een Collins in de tijd en in mindere mate een Atlas, toch ook een uit de VS komend merk. Ik ga, als ik daar aan toe ben, gewoon op deze merken researchen en ik zie wel hoe lang het graven in die merken interessant blijft. Vandaag ga ik wat mijlpalen uit de amateurhistorie behandelen en wel vooral vanuit een Europees perspectief. Zo'n overzicht is ook heel goed om inzicht te krijgen in hoe oud bepaalde ontwikkelingen zijn die we nu vaak heel gewoon vinden. Ik begin daarmee in 1946. In dat jaar vonden in de VS de eerste verbindingen door amateurs plaats op de 10 GHz en de 21 GHz band. Die laatste band is later vervangen door de huidige 24 GHz amateurband. De eerste maanreflectie-echo's door amateurs werden in 1953 waargenomen. En de eerste tweewegverbinding via de maan door amateurs vond 7 jaar later in 1960 plaats. We noemden het eerder al, in 1961 werd de eerste amateursatelliet gelanceerd, Oscar 1. Deze werd in 1962 gevolgd door Oscar 2. Beide amateursatellieten waren passieve satellieten, dat wil zeggen ze hadden alleen een bakenzender aan boord en geen transponder. De eerste amateursatelliet met een lineaire transponder, Oscar 3, die kwam er in 1965. Om aan te geven hoe bijzonder dat was, Oscar 1 en Oscar 2 waren satellieten zoals Sputnik dat ook was. Tussen Sputnik en Oscar 1 en 2 zaten respectievelijk 4 en 5 jaar. De eerste amateurcommunicatiesatelliet met een transponder was dus Oscar 5 in 1965. De allereerste communicatiesatelliet überhaupt, dat was een militaire satelliet genaamd Courier 1B in 1960. De eerste burgercommunicatiesatelliet was Telstar 1. Die werd gelanceerd in 1962, slechts 3 jaar eerder dan de eerste amateurcommunicatiesatelliet. In 1965, ook dus midden in de Koude Oorlog, vond via Oscar 4 de eerste amateurverbinding plaats tussen de VS en de Sovjet-Unie. Verder was 1975 het jaar van de eerste rechtstreekse verbinding tussen twee amateursatellieten. Dit alles laat zien hoezeer amateurs bij een ontwikkeling als ruimtevaart voorop lopen. In de volgende aflevering behandelen we de belangrijkste mijlpalen van 1975 tot aan recent. Het meest recente wapenfeit is daarbij de eerste amateurverbinding door middel van reflectie, niet via de maan, maar via de planeet Venus. Die verbinding vond in 2009 plaats. Blieper de bliep. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Dat is griezelig. Ja, echt wel. Zo dan. Maar niet zo griezelig als PA0ETE, als die zo dadelijk de inmelders weer te woord staat.